Het is een kleine mijlpaal, want dit is aflevering 200 van de AW Hangout. Dat is zo'n ding dat je hem aanzet en denkt, ah, oh, eigenlijk had we er iets speciaals van kunnen maken. Maar dat doen we dan gewoon bij aflevering 250. Tegenover mij zit natuurlijk weer Sebastien. Hallo. En Claudia. Hallo. Die is heel erg druk, heeft ze net gezegd, met de review schrijven. Vroeger deed je één review in de maand, tegenwoordig doe je de één in de week, toch? Ja, ongeveer één per dag. Eén keer per dag. Als het kan. Ja. Nou ja, goed, we hebben weer een podcast. Vorige week hebben wij de podcast die we opgenomen hebben met een enkele ontwikkelaars over de corona-apps. Nou, dat is daar ook weer eventjes stil. Dus deze keer weer een reguliere podcast. En het eerste onderwerp waar ik het eigenlijk over wil hebben, en we hebben het voorgesprek al even aangehaald, waarom is iedereen zo boos? En daarmee refereer ik aan 5G-masten die in de fik vliegen. Iedereen is boos op Xiaomi, wat weer nepnieuws was, of in ieder geval een beetje onzin. En iedereen is maar anti-Chinees. Wat is er aan de hand? Wat denk jij, Sebastien? Goh, ik denk dat er gewoon veel verwarring is. Een beetje door heel de corona gebeuren nu. Maar ik denk niet dat er echt een verband is tussen de boosheid rond 5G en echt die van Xiaomi. Xiaomi zegt gewoon het feit dat ze nu bepaalde dingen hebben ontdekt in de browser. Dat die gegevens bijhouden die ze eigenlijk niet moeten bijhouden van gebruikers en ook niet goed veiligen. Dus dat gaat daar vooral over. Maar ze hebben het toch over de gebruikers, of de verbetering, de ervaring. Daar gebruiken ze toch die gegevens voor, dat doet elke fabrikant eigenlijk. Ja, maar een van de dingen waar dat er ook vooral een probleem rond ontstaat, is het feit dat ze hun data wel gaan versleutelen. Dus encryptie gebruiken ze wel, maar ze gebruiken dan een protocol dat eigenlijk heel makkelijk te hacken is. En ze gaan die gegevens dan ook eens een keer niet in eigen land houden, maar ze gaan die naar Rusland en naar Singapore sturen. En dat zijn allemaal dingen waar ze niet echt heel veel over gezegd hebben. En gewoon heel de omslachtigheid er rond zijn dingen die dat heel veel mensen bezorgd maken. Ja. Dat is wel verdacht. Ja. Maar dat is iets eigenlijk wat merken uit Azië, waar ze gewoon op een hele andere manier met dit soort dingen omgaan. Het is al vaker gebleken en het bleek allemaal. Het gezegde in Nederland is, Sebastien, de soep wordt niet zo heet gegeten als die opgediend wordt. Dus achteraf valt het allemaal wel mee. Maar ik merk een soort trend dat we, dat ook bij ons in de commentsectie, dat iedereen maar boos is. Mensen gingen echt helemaal los. Mensen, ook alles wat Chinees is, dat is, is nu fout. Dat is altijd al zo geweest, hoor. Ja, maar ja, het valt me gewoon op. En natuurlijk het hele 5G-verhaal. Mensen die dus gewoon echt, er zijn nu weer twee masten in de fik gestoken. Ik denk persoonlijk dat het toch een beetje genuanceerder is als dat, hoor. Want als ik dan bijvoorbeeld zie van bijvoorbeeld de hele Huawei-kwestie, is er natuurlijk ook al hier voorafgaand aan geweest. Dat die vertrouwd wordt in de Verenigde Staten. Dan zien we even goed dat lasers het heel hard opnemen voor Huawei en juist een beetje alles wat Amerika doet is slecht gewoonte daar weer aankweken. Dus ik heb het gevoel dat het een beetje langs beide kanten wel gaat, hoor. Ja, nou, ik mensen niet. Willen gewoon ergens bij horen. En in dit geval is de pro- en de anti-5G, de pro-anti-vaxxers. Het is gewoon heel menselijk. Ja. Ik denk dat de informatie over 5G echt onduidelijk is. En deze discussie was ook rondom 2G, 3G, 4G en 5G. Dus energie erin steken is gewoon zonde van de moeite, denk ik. Ja. Elke keer hebben we dezelfde discussie. Dus, Maar is het, kunnen we met fact-checking die mensen niet... Dat hebben we al gedaan met een artikel op Android World van Sebastien. Ik heb nog nooit zo vaak een artikel ook gedeeld dan dat artikel. Mensen zijn blind. En wetenschappelijke onderzoeken worden niet meer gewaardeerd zoals ze eigenlijk zouden moeten worden gewaardeerd. En mensen komen met plaatjes van Facebook. Ja. En filmpjes van gekkies, zoals ik ze noem. Ja, ja, daar luisteren ze dan eerder naar. Dan die over graancirkels schrijven en zo. De linkse pers en de overheid. Maar is het ook niet zo dat, zoals in deze tijd, als we even op 5G doelen, dat mensen willen heel graag een simpele reden of een oplossing voor de situatie waar we in zitten. Mensen kunnen het niet aan dat een virus ontstaat en dat we daar dus last van krijgen. Er moet een schuldige aangewezen worden die het in één keer oplost. Dat is ook een beetje psychologisch. Zo krijg je een gevoel van controle, van meer begrip erover, meer verstand erover. En dat stelt je een beetje gerust zelf. Ja. Een coping mechanisme. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat de anti-5G-lobby een soort religie is. Want geloven in God of Allah is ook, is ook tegen beter weten. En het geeft je bepaalde rust in je
in je zijn. Van er is iemand die over mij waakt. Er zijn bepaalde regels waar ik me aan moet houden. Uit de Koran of de Bijbel of wat je ook gelooft. Ja. Ik in dit soort situaties denk ik gewoon dat het een soort parallel is. En dat sluit ook aan bij wat Brendel de Winter zei in het interview dat we recent hebben gepubliceerd. Ja. Die zei zelfs dat de corona-apps een soort van religie zijn, zei letterlijk met die woorden. Omdat mensen er gewoon in geloven, het stelt ze gerust. En het klinkt aannemelijk dat het werkt, dus het moet maar goed zijn. Misschien is het wel een soort placebo, weet je. Dat als we allemaal maar denken dat het helpt, dat het ook echt gebeurt. Ja, dat precies dat. Dat was zo. Ja. Ja, het valt mij gewoon op. En ik merk ook wel dat onze irritatiesnaar ook wel redelijk geraakt wordt soms. Als we bepaalde reacties zien. Maar goed, iedereen is vrij om zijn eigen mening te hebben. Toch wel ook onze taak als Android World om onwaarheden te bestrijden. Maar dat blijkt niet altijd even zinvol. Maar goed, ik ben echt super benieuwd hoe dit de komende tijd verder gaat met het hele 5G. Want ik zag al mensen zeggen van ja, moet het niet gewoon als terrorisme aangemerkt worden en ook als zodanig gestraft worden? Het is gewoon een aanslag op communicatie. Oh, dat is iets voor de overheid of voor de politie om te bepalen natuurlijk. Ja, oké, nou goed. Dan zal ik dat niet doen. Dat is trouwens ook een heel slecht idee hoor, als ik dat moet gaan bepalen. Nee, die kant zou ik niet op willen gaan. Oké, dankjewel. Ik zat er even op te wachten. Seb, jij bent onze expert als het gaat om Stadia. Hoe is het met Stadia? Met Stadia, er is best wel wat gebeurd eigenlijk. En het is leuk om dat eens een keertje te kunnen zeggen. Ze hebben een Stadia Connect gehouden. Dus dat is zo'n evenementje waarbij ze nieuwe dingen onthullen. Ze hebben nieuwe games voorgesteld daarin. De nieuwe FIFA komt deze winter naar Stadia. Dat is wel een grote natuurlijk. Je weet, elk jaar kopen toch heel veel mensen die game, dus dat is toch wel belangrijk dat die komt, moet je dan denken. PUBG, ook een groot spel, dat is zo'n Battle Royale game, een beetje zoals Fortnite, dat je misschien wel kent. Die komt ook naar Stadia, ook een best wel bekend spel. Ook ook andere games van Electronic Arts, zoals een nieuwe Star Wars game. Het is trouwens May the 4th vandaag, dus de Star Wars dag vandaag. Oh ja. Dus die komt ook naar... Nee, dat is anders. Okay. Loop even weg, Dim. Zijn die cosplayen trouwens? PUBG is crossplay met console, okay. Niet met PC, maar wel met console. Dus dat is best wel een grote spelerbase dat je gaat hebben eigenlijk, die daarmee aan de slag kunnen. Dus dat is wel heel goed. En het is nu gratis natuurlijk, want Stadia is nog altijd gratis in de Stadia Pro versie. Dus het betaalde abonnement is nu even voorheen gratis. Voorheen Stadia Base. Nee, ook niet. Ik geef eerlijk toe dat ik het hele Stadia tot nu toe niet echt gevolgd heb, omdat ik heel veel andere dingen aan mijn hoofd had. En dat ik nu weer tegen mezelf gezegd heb, ja, je moet toch eens wat gaan gamen om een beetje kunnen meepraten. Ik denk, ja, dan moet ik natuurlijk Stadia gaan doen. Ik zou niet eens weten waar ik moet beginnen. Ik denk dat ik eerst gewoon even een hangoutje met... Stadia.nl, hè? Ja, dat weet ik. Maar ik bedoel met het aanschaffen en dergelijke. Het is best... Daarmee refereer ik aan wat jullie net zeggen, dat het gewoon heel verwarrend is. Het is een heel cluster inderdaad. Ik bedoel, dat is een heel grote probleem. Dus inderdaad, zoals Claudia net al eventjes aanhaalde, van, ze zeggen eerst van, het is 2 maanden gratis. Maar ja, het is dan toch niet die Stadia Base waar we dan al maandenlang vanaf het begin over horen, van de gratis Stadia Base versie. Nee, die naam zijn we nu van afgeweken. Het is nu gewoon gratis 2 maanden. En vanaf dan blijft het ook gratis, maar... Dat was ook eerst helemaal niet duidelijk in het begin, dus heel vaag. Ja. Typisch Google. Ja. Ja, Google is vaag. Nog meer nieuwe dingen, Seb, waar we het even over kunnen hebben? Als we het hebben. Heel veel verbeteringen. Dus het gaat echt wel snel met Stadia. Dus je kan je screenshots nemen als je op je telefoon speelt. Je hebt Google Assistant, waarmee je ook dingen kan op je telefoon. Dus dat zijn wel dingen die wel positief zijn. Dus het gaat wel vooruit en er komen meer games. Ja. En het is ook gewoon leuk om op te spelen. Het blijft echt tof. Ik blijf er elke keer van verbaasd hoe leuk het is om op te spelen. Ja, dus dat is wel echt. Oké, dan zal ik toch ook wel even snel zo'n ding aan moeten schaffen eigenlijk. Hè? Ja, ik vind het echt een plezier. Ja, precies. Maar je moet ook zo'n ding hebben, toch? Zo'n controller. Ja, en het werkt ook op meer telefoons. Dus op OnePlus toestellen werkt het nu ook. Dus meer toestellen stilaan. Ja, ik wil echt wel als een couch potato wil ik op de bank hangen en dan gamen. Ik zie dat Claudia wel naar een ander platform is verschoven, toch? De Switch. Ja, Stadia heb ik opgezegd. Nou ja, dat kan. Luister, je hoeft niet alles te houden, toch? Nee, natuurlijk niet. Maar kan ik nou bijvoorbeeld jouw controller overnemen, zodat ik niks hoef te kopen? Voor de prijs van een Nintendo Switch kun je die overnemen. Maar dan heb je wel een code nodig, want anders heb je er nog niks aan. Ja, dus dat is ook weer verwarrend, Claudia. Dat is dus blijkbaar ook niet meer zo. Dat is niet meer zo. Want je hebt nu die gratis versie. Dus iedereen kan er nu op. Dus je hebt ook geen code meer nodig. Maar ja, daarvoor dus wel. Dus voordien kon je niet met Stadia aan de slag zonder die code. Ook al koop je dan die controller. Dus je haalt die hardware in huis.
ja, dat ging dus niet, maar nu dus weer wel. Oh, dus je kon voordien ook niet met je Chromecast Ultra spelen, want je moest die Chromecast Ultra hebben die bij de doos zat. Maar nu gaat het weer wel, nu gaat het weer wel. Maar wie weet het, dus niemand weet het. Ondersteuning voor de bestaande Chromecast Ultra. Ja, maar wie weet het, niet iedereen weet het. Oké, dus ik ga, dus Claudia die gaat straks even een doosje maken en een controller en naar mij toe sturen. Samen met, en dan geef ik 19,95. Nee, dat is iets duurder. Ja, maar ja. Je kan er toch niks meer mee. Nee. Nou goed, heel veel verwarring, wat eigenlijk helemaal niet nodig is. Dus, maar zoals Claudia zegt, dat zijn we gewend voor Google. En dat zal altijd wel zo blijven ook. Ze gooien met heel veel dingen tegen de muren en hopelijk blijft ze nu en dan wat plakken. Misschien is dat een mooie naadloze overgang naar een ander stukje. En dat is de Pixel 4a die er ook zit aan te komen. Ja. Die verwachten we toch al sinds. Er is ook meer en meer dat er van tevoorschijn komt. En ook puur op zijn Google. Je kan geen nieuwe Pixel-telefoon lanceren zonder dat er eerst een camera-review van online staat. En dat is ook best wel net gebeurd. Dat is wel heel toevallig allemaal, hè? Ja. Ja, toch maar wel. Maar goed, toeval bestaat niet. Nee, toeval bestaat niet. Maar hebben we ooit al eens dit kunnen beredeneren waarom het zo gaat? Of... Die logica van Google, nee, want ze hebben nu ook een zakelijke messenger en twee messengers voor consumenten. Maar één van die zakelijke messengers is nu gratis. Terwijl er ook al een gratis tegenhanger is, maar die blijft ook bestaan. Nee, videobel app bedoel je? Dus dat. Ja, we hebben Google Meet. Ja. Die is nu tijdelijk gratis, of voor mij voor altijd gratis. Voor altijd gratis. Voor consumenten. Ja. Maar er is ook nog een Classic Hangouts. Ja. Die blijft ook gewoon bestaan. En er is nog Google Duo. Ja. En met alle drie de apps kun je videobellen. Ja. En ze zijn alle drie gratis. En ze zijn alle drie van Google. En dan hebben we ook een Messenger. Dat is een berichten app waar je mee kan sms'en. Ja, maar dus het verschil tussen Meet en Duo is echt een bel-app. Dus daar gaat jouw telefoon over of jouw computer over als in een belletje. Meet is moet je afspreken, want als ik jou een link stuur, dan gebeurt er niks. Ja, dat is meer vergaderingen. Ja. Om vergaderingen mee te houden. Ja. Dat is wel het verschil, maar dat begrijp jij en ik. Ja, precies. Nou ja, dat is waar. We hebben een jaar geleden van naam ook en dat soort dingen. Dus, ja, het was eerst Hangouts. Hangouts Meet. Hangouts Meet, Google Meet. Ja. Nou ja. Oké, niet duidelijk dus. Misschien moeten ze maar zo beter. Dat verandert niet. Nee, dat verandert ook niet. Nee. Maar we hadden het er net al over communicatie en Messenger. Jullie hebben een artikel geschreven over dat er 1 miljard installaties zijn van de SMS-app, de Messages-app. Ik mag niet meer SMS zeggen, maar de berichten-app. Die eigenlijk nu zou uitrollen als de vervanger van WhatsApp. Dat wilden ze. Het RCS-protocol wordt geïmplementeerd. Er was een heel verhaal dat met lokaal gedaan zou worden. Met providers en dergelijke. Daar is tot nu toe allemaal nog niks van terechtgekomen. Daar hoor je niks meer over. En dat die 1 miljard installatie zegt me ook niet veel. Want die app wordt standaard meegeleverd op telefoons. Dus ik wil niet zeggen dat iedereen die in Nederland een Android-telefoon heeft, heeft waarschijnlijk ook Google berichten. Of misschien meer dan de drie kwart. Ja. Ik gebruik de app nooit. Nee, want Motorola heeft hem standaard mee. OnePlus leeft hem standaard mee. Samsung leeft hem tegenwoordig standaard mee. Ja. Dan heb je al een heel groot gedeelte. SMS is heel populair in Amerika, maar in Nederland niet meer. Ja. Nee. Dat is ook niet, toch? Nee, tenzij het een hele goede vervanger wordt van WhatsApp. Maar ja, WhatsApp is zo compleet tegenwoordig. Die functionaliteit die is er al wel, maar die staat standaard uitgeschakeld in de instellingen van de app. Dus die wordt niet ondersteund hier door. Het is eigenlijk. Ook dit is weer des Googles. Ze hebben iets aangekondigd. En we weten weer niet van de hoed en de rand en waar en hoe. Terwijl we allemaal erg best enthousiast waren, toch? Toen het bekend werd gemaakt. Van wij willen wel eigenlijk een standaard protocol waarop je. Want dat was het mooie. Op het protocol kun je allemaal weer andere apps bouwen die van hetzelfde protocol gebruik maken. Waardoor je in elke app alle berichten kan ontvangen. En dat werkt gewoon supergoed. Zo'n verbeterde SMS op steroïden zou je kunnen zeggen. Want, en dat is ook één van de dingen. Heel veel Apple-gebruikers willen gewoon niet weg van hun iPhone omdat ze die iMessage hebben. Dus uiteindelijk... Er is zelfs een onderzoek geweest dat iMessage voor heel veel mensen het enige struikelblok is om niet... Om niet naar een ander merk te gaan of een ander besturingssysteem. Dus het is best wel
Dat vind ik nog wel een dingetje, zeg maar. Ja, ik kan het zeggen. Ja, precies. Ja, nou ja, goed. Ik kan niks zeggen, want ik heb nog nooit een hoe heet dat? Een iPhone gebruikt. Hoe heet dat? Hoe heet dat ding? iPhone gebruikt? Nee. Mijn beste vrienden hebben er één, hoor. Dus wat dat betreft, dat ik zeg er niks van. Ja, de huidige coronacrisis heeft natuurlijk zijn weerslag op allerlei bedrijven, marktaandelen, et cetera, ook op de wereldwijde smartphoneverkoop. In een artikel schreven jullie dat in China de smartphoneverkoop met 27% was gekelderd. En dat is echt super heftig. Zeker voor Huawei, want dat is echt hun markt, China. Ze zijn daar ook marktleider. En ja, als daar alles 27% daalt en dat je in Europa keihard marktaandeel verliest, dat is wel een hele harde klap, denk ik, voor dit bedrijf. Maar ik denk dat het ook wel een randje aan het bericht, want eigenlijk daalde de smartphoneverkoop, die daalde eigenlijk al een aantal kwartalen, volgens mij. Ja, dat klopt. Ja, maar nu is het wel met een versneld tempo wel gebeurd. Ja. Dat is wel een verschil nog. Ja. En fabrieken zijn gesloten natuurlijk, dus er wordt nu minder geproduceerd. En in China blijven mensen binnen vanwege die maatregelen en misschien zijn ze gewend om een toestel in een winkel te kopen, maar de winkels zijn dicht. Ja, je zag het inderdaad heel geleidelijk aan evolueren. Eerst kregen wij vooral de berichten van de productie die in de problemen komt hier en daar bij sommige fabrikanten. Dan, ja, nu in Europa is natuurlijk ook de impact toegekomen en zijn de winkels bij ons ook gesloten. En ja, zeker als je dan landen als België bedenkt, waar dan mensen toch heel veel nog gewoon fysiek winkelen, ja, dan heb je een grote impact. En mensen raken hun baan misschien kwijt vanwege de coronacrisis, dus ze hebben daar geen geld voor. Dus dat zal het hele jaar door nog wel slecht gaan, hoor, voor wat betreft smartphoneverkoop. Ja, maar zou er bijvoorbeeld niet nog meer verschuiven komen naar het middensegment? Dat we allemaal de S20, S20 Ultra, de 8 Plus Pro laten liggen. En dat we meer richting de A-series gaan van Oppo en Samsung en dergelijke. Denken jullie dat ook niet, dat daar nog meer de nadruk op komt te liggen? Ja, en ik denk zeker dit jaar, nu dat je ziet dat die Snapdragon 865 niet meer haalbaar is voor, denk ik, heel veel gebruikers. Omdat die gewoon, ja, het is wel een toestel van €700 als je die wil, die laatste high-end processor. Ja. En dan heb je daaronder de Snapdragon 765, die komt ook met 5G, maar die komt met veel mindere prestaties dan zoals de chipset van vorig jaar. Dus dan kan je toch beginnen denken dat zo'n midrange toestel niet zo onhandig wordt, als je dat bekijkt. En er worden nu ook dagelijks 3 aangekondigd in het middensegment. Dus het lijkt me wel dat die toestellen. Zullen we even voor de gein even 2 weken terug redeneren? Welke toestellen hebben we allemaal gezien? We beginnen met de OnePlus 8 en de OnePlus 8 Pro. Dan ga ik even naar apparaten. Ja, dan moet ik even scrollen natuurlijk. Ja, ik probeer het uit mijn hoofd te doen, Claudia. De M51, de van Samsung. M21. Find X2 Neo en de Find X2 hebben. De A91 zie ik. Find X2 Lite hebben we. Ik heb trouwens de Neo vandaag aangekregen. Die is hier. Ik heb hem hier bij me. Ik moet nog uitpakken. Ga ik straks doen. Ze hebben ook de A91 aangekondigd, Oppo. Dus die komt ook. Dat is nog een iets voordeliger toestel. Dus ze hebben ook best wel veel midrange toestellen. De A91. En dan hebben we Xiaomi natuurlijk nog met de Mi 10. En de Lite. Mi 10 Lite. En wat hebben ze nog meer aangekondigd? Nu hebben ze ook de Redmi Note 9 Pro aangekondigd. Die hebben ze ook. En de Redmi Note 9. Maar ze hebben ook de Xiaomi Mi Note 10 Lite aangekondigd. Dus dat is eigenlijk de Lite-versie van de Mi Note 10 van vorig jaar. Oké. Ik zeg, ja, ik snap het, maar ik snap er al lang niks meer van. Maar ik zit nu, geloof ik, al van de afgelopen 3 weken op ongeveer 10 toestellen, denk ik. Dat zou best kunnen, Dat is echt gewoon bizar veel toestellen. Want het zijn ook allemaal weer de Find X... Wat heb je nou? De Find X2 Neo en de Find X2 Neo Lite? Dat is wel het hogere medesegment. Nee, de Find X2 Lite. De Find X2 Lite. Dus Find X2 is zeg maar toptoestel. Hele goede camera. Nee, de Find X2 Pro. Find X2 dan Pro. Komt de Find X2 en dan komt de Neo en dan de Lite. Okay. En dan de A91. En dan de A91, oké. Okay. Ik moet zeggen dat we trouwens wel goede geluiden horen van die Find X Pro. Als ik zo'n beetje... X2 Pro. Ja. Mag ook wel voor dat geld. Ik heb net nog in de comments nog de Dark Horse van de premium flagships genoemd. Ik vind hem echt heel, heel tof. Ik heb hem getest. Ja? En ik vind hem echt qua bouwkwaliteit, camera,
snelladen. Die snellader is echt super zot. Ja, ik vind hem echt een heel tof toestel. En de software, de skin, die was toen ze begon in Nederland nog eigenlijk, ja, nou ja, niet zo heel erg goed, laten we wel even zeggen. Maar die hebben ook, ja, klopt. Ja, dat heeft ook een flinke update gekregen de laatste jaar. Het is echt veel beter geworden om je software te managen. Ik heb onlangs nog een OnePlus 8 ook ingesteld en eigenlijk is het niet gigantisch veel verschil als je je telefoon naar je hand wil zetten. Je zit toch altijd op beide toestellen wel wat dingen waarvan je denkt van, oh, ik zou het toch nog wel anders willen. Dus eigenlijk zijn de verschillen zo groot niet meer tussen software. Terwijl OnePlus Oxygen OS ook weer niet zo heel erg ver van stock Android af zit. Nee, klopt. Dus kunnen we daarmee concluderen dat heel veel OS'en toch afgeslankt zijn richting het standaard Android? Ja, dat ze gewoon verwesterd zijn, de Chinese. Ja, dat was ook al zo. Ja. Ja, omdat wij jarenlang hebben heel veel de lezers van Android World, maar ook heel veel andere websites ook gezegd van jongens, van ons hoeft het niet. Geef ons maar iets wat een beetje tegen standaard Android zit. Wat vinden wij prima? We hoeven al die fancy dingen niet. Ja, maar dat is maar 10% van de markt, denk ik. Ja, het feit is gewoon, als je het toestel in handen hebt en je bent er een week mee bezig geweest als je daily driver, dan weet je gewoon waar je moet zijn en dan is het gewoon prima. Toch? En dat is ook de reden dat heel veel mensen bij Samsung blijven hangen. Of bij Huawei, ja. Bij Huawei, dat zijn ze omdat gewoon gewend. Het zijn ze gewoon gewend. En mensen zijn roedeldieren, gewoontedieren. Lopen overal achteraan. En dan is het gewoon makkelijker. Ze willen zich niet meer... zeker wat ouderen en digibeten, die raken enorm in paniek als ze het knopje niet meer kunnen vinden. Dus dat werkt gewoon niet. Een mooi voorbeeld is van dat de ING, Nederlandse Bank, die heb je trouwens in België ook, ooit in een... in hun app één menu-item hadden verplaatst. En ze hebben die hele uitrol gewoon nog geen 24 uur daarna gewoon stopgezet en teruggedraaid. Omdat mensen helemaal gek werden. Die konden het gewoon niet meer vinden. Mm-hmm. Omdat als het er niet zit, dan gaan ze ook niet zoeken. Ja. En ja, dat mensen zijn echt gewoon te dieren. En daarnaast is software ook nog heel persoonlijk. Hè. Bijvoorbeeld als ik dat schrijf, dat ik MIUI niet zo'n grote voorstander van ben, om die en die en die redenen, gaan er heel veel mensen in de reacties zeggen van, ja, maar ik vind dat wel om die en die en die en die redenen. Ja, ja, is ook persoonlijk. Waar wel echt de verschillen liggen, Dim, is met softwareondersteuning. En dat is echt de updates, de maandelijkse updates per kwartaal. Daar zitten heel grote verschillen. En dat zijn dingen waar je echt op moet letten. Bijvoorbeeld, die Motorola Edge, die komt er aan. Maar we weten daar nu al van dat die met updates per kwartaal komt. En dat is een vlaggenschip. Per kwartaal. Het is niet maandelijks. En de security updates heb ik dan over. Ja. Correct. Ja. En als je dan denkt, en nu wordt het heel gek, dat de 3 jaar oude Samsung Galaxy S8 pas vanaf vandaag de updates per kwartaal gaat krijgen. Na 3 jaar van maandelijks updates. Ja. En dus daar zitten enorme verschillen. Ja. Nou ja, goed, even disclaimer. Ik heb een tijdje voor Huawei gewerkt. En in die tijd had ik als PR-manager had ik dat ook aan de hand. Is dat er een toestel gelanceerd werd. En die werd eigenlijk het eerste jaar alleen maandelijks ondersteund en daarna per kwartaal. En de redenering vanuit het bedrijf was, is dat waarom niet? Waarom wel? Ja. Nou ja, maar dat is geen antwoord. Dat is geen antwoord. En waarom dus de reden waarom niet was, is dat van wij kunnen het zo bundelen en beter uitrollen. Dat was voor hun persoonlijk dan, zeg maar, de reden. En ten tweede, kijk, als er een bug komt die direct voor gevaar zorgt, dan fixen we dat toch direct. En of dat nou in een kwartaalcyclus valt of een maandcyclus, als in week 2 van de maand een ernstige fout wordt gevonden, dan gaan we in week 2 van de maand ook fixen. Dus ja, het verschil is lekker. Ja. Het is ook wel een mooi marketingpraatje om te zeggen van mijn toestellen worden elke maand geüpdated. Ik denk dat het wel een beetje richting die kant gaat. Maar nou, veel gebruikers die interesseert het nog niet, of die weten er ook helemaal niks van. Nee, maar dat is ook weer die 10% waar je het over hebt. Maar goed, weet je, dat is prima. Die 10% het is wel heel belangrijk. Het is gewoon zo'n dingetje, zoals niet iedereen boeit zich ook om een sterke camera. En iedereen heeft zijn interesse in een snellader. Maar het zijn wel dingetjes die daar je voor betaalt voor een stuk. En daarom is het wel een factor om naar te kijken. Ja, ik heb altijd een afwijkende mening. Soms expres, soms ook gewoon omdat ik het echt zo vind. Ik kan er wel wat voor zeggen voor kwartaalupdates. En dan natuurlijk niet als er een ernstige lek is. Dan moet dat gelijk gedicht worden. Maar dat doe je sowieso wel.
Het houdt het wel allemaal heel erg overzichtelijk. En als onze vrienden van Google al 2 jaar geleden hadden gezegd van wij gaan kwartaalupdates doen. Dag lieve hond. Ja, even wachten. mijn hond die piept naast me. Zegt dat we gaan het per kwartaal doen. Had iedereen gezegd ja, we gaan het per kwartaal doen. Ik denk dat het vooral vanuit de Google komt. Het valt van ja, maar Google doet het. Dus dan moeten jullie het ook doen. En daar zat ook vaak wel wat problemen van. Ja, de vraag is het nodig om het maandelijks te doen? Als je er 2 maanden mee kan wachten. Mits dat het een ernstige fout is. Ja, maar goed, dat weten wij dus niet of het nodig is of het niet nodig is. Dat is. Ja, daar zijn wij niet bij. Maar het is voor een stuk ook wel een beetje een veiligheid, omdat je ook wel zegt, je zei net van, als er toch iets dringend is, wordt het sowieso gepatcht, maar dat is ook niet in elk geval helemaal waar. Want bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven, MediaTek had onlangs in zijn chipsets een fout, die alleen met toestellen onder Android 10 zich voordeed. Dat is een paar maanden geleden. En niet elk toestel had al Android 10 of een update gehad die dat probleem wegwerkte. Dus niet iedereen ging dat ook doen. Niet elk fabrikant ging dat doen. We hadden contact opgenomen met LG en Nokia. LG hebben niks van gehoord. Hebben niks van kunnen bijwerken. En Nokia zei van, ja, we gaan binnen zoveel tijd wel doen. Maar ja, dus dat is het ook wel een verschil. MediaTek het al wel gemeld had bij de fabrikant. Ja, die patch die lag gewoon al klaar. Maar ze moeten hem gewoon doorvoeren. Ja, nou, het zal ook absoluut te maken hebben met geld. Het kost heel veel geld, want het is natuurlijk niet één stukje software updaten. Er zijn van elk toestel misschien wel 30 of 40 verschillende versies die allemaal heen en weer gestuurd moeten worden en dergelijke. En dat is gewoon echt, ja, daar gaat heel veel resources in zitten. En ja, dat neem je wel mee in de prijs van je toestel. Dus dat kost gewoon heel veel geld. Maar goed, dit is een discussie die we al voeren zolang Android World bestaat. En dat zal nog wel even duren. Ja, hebben we nog iets voor de rondvraag, jongens? Of zeggen we van, nou, ik vind het toch goed zo? Kijk hoor. Goeie vraag. Zijn er dingen die we echt op het hoofd hebben gezien? Kijken we nog ergens naar uit de komende week? Google I.O. komt er weer aan. Pixel 4a verwacht ik op een of andere online event waar nog niks over bekend is. Maar dat komt waarschijnlijk een dag van tevoren. Ik denk het ook wel, ja. De Velvet van LG, die komt er ook aan. Ja, ja, maar daar heb ik al heel veel van geweten. Kent? Nee. Maar dat is wel heel interessant. De Pocophone F2, want er was een gerucht dat die eigenlijk afgelopen week met de bekendmaking mee zou komen, maar dat is ook niet gebeurd, toch? Nee. Maar we verwachten zeker nog dingen van Pocophone, want dat hebben ze al bekend gemaakt. Ja. Ja, een kennis van mij die belt mij elke week of de Pocophone F2 er al is. En ik zeg, ja, moet je gewoon de website lezen. Oké. Goed, nou ja, weet je, dit is hem weer voor deze week. Het was niet super veel heftig nieuws. Behalve klagende mensen, brandende 5G-masten en heel veel reviews. Pixel 2 misschien, maar die zijn niet beschikbaar in Nederland en België. Nee, daar zijn geen plannen voor. Nee, er is dus niet dat, veel bijzondere dingen. Niet veel bijzonder. Nou, dan gaan we gewoon weer een week wachten. En wie weet wat er in de tussentijd allemaal gebeurt. Sebastien, bedankt. Bedankt, Tim. Claudia, bedankt. Iedereen bedankt voor het kijken, het luisteren. Rij je vrij voorzichtig. Tot de volgende keer. Doei. Doei.